Gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, ook gasten in ons midden en luisteraars via internet. Iedereen hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen zal de dienst worden geleid door onze eigen predikant, dominee Mulder. We lezen uit de Bijbel, uit het boek Job, drie gedeelten. Hoofdstuk 38, vers 1 tot en met 11. En twee gedeelten uit Job 39, vers 1 tot en met 15 en vers 34 tot en met 38. Naar aanleiding van deze gedeelte zal de preek gehouden worden met als thema op je plaats gezet worden. Afkondiging namens de kerkraad. Aanstaande woensdag 1 november is het de jaarlijkse dankdag. U bent hartelijk uitgenodigd voor de beide kerkdiensten die dan worden gehouden, 's middags om 14:30 en 's avonds om 19:30. In verband met dankdag zijn er deze week geen catechisaties. Catechisanten worden deze week uiteraard ook op woensdag verwacht. Deze week beginnen we weer met de actie voor de voedselbank. Kinderen kunnen op dankdag de producten inleveren voor de voedselbank. Bruine tasjes liggen vanmorgen na de dienst bij de uitgang klaar. In verband met hervormingsdag, aanstaande dinsdag 31 oktober, zingen wij als slotlied twee coupletten van het zogenoemde Lutherlied. Een vaste burcht is onze God en geen aardse macht begeren wij. Collecte deze dienst wordt gehouden voor de slotzang en is bestemd voor de eigen gemeente. U kunt uw bijdrage ook op de gebruikelijke wijze overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk. We gaan nu zingen de psalm die een deel van de kinderen deze week op school heeft geleerd. Psalm 68, vers 2. Een lofpsalm waarin we zingen, waar het vrome volk in u verheugt zal huppelen van zielenvreugd. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die niet loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. God verschijnt aan Job en dan laat hij iets zien van zijn scheppingsmacht. En daarom gaan we nu ook zingen over de scheppingsmacht van de Heere met Psalm 66, vers 1 en 2. Juicht aarde, juicht met blijde galmen, de grote schepper van het heelal.
Na de 10 geboden en ook de samenvatting zingen we met elkaar Psalm 25, het 7e vers. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En dat leert ons Christus in een hoofdsom. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.
Wij mogen in ons gezamenlijke gebed ook tot de Here gaan. En we zullen samen danken met Reinhard en Christa van der Borg van de Patrimoniumlaan 78. Omdat zij op 25 oktober uit Gods hand een dochter hebben ontvangen. Haar volledige namen zijn Amelie, Janna, Christina. Haar roepnaam is Amelie. We zullen samen ook bidden voor broeder Gert Brouwer van de Klemstraat 62. Hij zal aanstaande donderdag naar het UMC in Leiden gaan om stamcellen te doneren. Zijn zus Corrie is ernstig ziek en de hoop is dat zij door het ontvangen van de stamcellen beter zal worden. Het zal spannend zijn of dat inderdaad zal gebeuren, maar zowel Gert als Corrie weten zich in Gods hand. We zullen samen ook bidden voor broeder Hans Hafkamp, Kerkenwijk 7970. Hij is oververmoeid en wordt daarom voor enige tijd opgenomen in Veldwijk te Ermelo. We zullen samen ook bidden voor Geke Verhoef, Dagbouw Ooglaan 56 en Marga de Wit, Beatrixstraat 8. Want ze hopen komende week voor 4 weken te vertrekken naar Sierra Leone om vrijwilligerswerk te doen bij Mercy Ships. We zullen samen ook bidden voor broeder Jan Budding van de Cuneraweg 421. Hij moest afgelopen week opnieuw opgenomen worden vanwege verhoogde ontstekingswaarde. De antibiotica sloeg goed aan en hij is weer thuis en mag daar verder herstellen. We zullen samen ook bidden voor zuster Ineke Ebbers van de Westersingel 25-1. Zij is thuisgekomen na haar opname in Bos en Duin. Ook denken we aan zuster Henny Takken van de Vijgendam 2. Na de darmoperatie in verband met darmkanker heeft ze nu de uitslagen gekregen. Daaruit is gebleken dat er geen uitzaaiingen zijn gevonden. Ze heeft nog wel last van bijwerkingen van de operatie. We denken ook aan broeder Beckerman van de Stationstraat 73A. Er is bij hem een tumor in zijn darmen gevonden en er wordt onderzoek gedaan naar zijn blaas. Vanuit de klasses is gevraagd om volbeden te doen voor dominee Henk de Bruyne van Ermelo. Hij zal morgen een hersteloperatie ondergaan. Zoals u wellicht nog weet, heeft hij vorig jaar een niertransplantatie ondergaan. En daarbij ontstond een noodsituatie. De ontvangen nier werkt goed, maar door die noodsituatie is er een hersteloperatie van de buikwand nodig. Zullen we samen in ons gebed tot de Here gaan. Machtige Here, schepper van hemel en aarde. Wij naderen tot u. Tot u die ons ziet, ons kent, die alles overziet, die alles doorziet. En machtige Here, wat is het dan een voorrecht om in uw huis te zijn, of om op afstand mee te kunnen luisteren, om samen deze dienst te mogen beleggen. En dan vragen we u ook, Here, wilt u naar uw belofte in ons midden zijn? En wilt u met uw geest dan ook in onze harten werken? Geloof werken, opnieuw geboren laten worden. Maar ook dat wat u versterkt, gewerkt hebt, Here, wilt u dat dan versterken? Ons aansporen en ons op onze plek zetten, aan uw voeten. Dat is toch de hoogste plaats. Grote God, zegent u ons zoals we hier zijn. Wij willen u hartelijk danken voor het nieuwe leven wat geboren is. Dat Reinhard en Christa een dochter mochten ontvangen uit uw hand. Amelie, dank u wel dat u leven heeft gegeven. Leven gespaard. En dat u ze zo dit geeft als gezin. Wij verheugen ons... met hen over wat u hen daarin gegeven hebt. We vragen u ook om goed herstel voor Christa. Uw zegen voor Amelie, dat ze goed mag ontwikkelen. En zorgt u ook zo voor Reinhard. Geef het zoals als gezin uit uw hand mogen leven. En we danken u, Heren, voor nieuwe leven, wat er verwacht wordt in de gemeente. Waar we dankbaar voor mogen zijn. Maar ook als er zorgen zijn, Heren, over het nieuwe leven wat verwacht wordt. Wees ook dan nabij. Zegen ons als we kinderen hebben. Help ons in de opvoeding. Wees bij ons als er zorgen zijn, als er complicaties zijn, als er moeilijkheden zijn of vragen over de ontwikkeling van een kind. Help ons, Here, om hen voor te gaan in het leven met u, in de weg die gegaan mag worden door het leven. Here, wij bidden u voor broeder Gert Brouwer van de Klemstraat. U weet, Here, van het traject dat tot nu toe gelopen is. Wij bidden u, Heren, om uw zegen daarover.
U weet, Heere, wat onze wens en ons verlangen is. En we zien op tot U. Tot U die alles ziet en ook hen kent. En weet dat ze uit Uw hand leven. Geef ze dan wat nodig is in de behandelingen die volgen. Zegt U Gert en Aafke, wees hen nabij. Zegt Corrie. En geef dat dit mag leiden tot herstel, tot mogelijkheden van leven. Heren, wij bidden U vooral om Uw zorgende nabije hand in dit alles. Nu, maar ook de komende week en in de toekomst. We vragen U, Heren, ook om Uw nabijheid voor broeder Hans Hafkamp. Als het allemaal wat te veel voor hem was, als hij oververmoeid is, geef hem rust. Zegen de opname in Veldwijk in Ermelo. Draagt U hem en zegent U hem in alle dingen. We bidden U, Heren, voor Geke en voor Marga. Als zij binnenkort hopen te vertrekken naar Sierra Leone om opnieuw vrijwilligerswerk te gaan doen bij Mercy Ships. Geef een goede reis. Zegen hun werk daar. Stel ze tot een zegen voor de mensen daar, die toch in hele andere omstandigheden leven dan wij. Wees ze nabij en breng ze ook weer veilig terug als de tijd daarvoor is. Heren, zorgt U alstublieft ook voor de Jan Budding. We weten, Heren, dat even schrikken was, dat hij weer opgenomen moest worden. Dat de ontstekingswaarden omhoog gingen. Maar U heeft ook de behandeling, de antibiotica, willen zegenen. En die kuur mag hij nu thuis afmaken. Heren, zegen de kuur. Help hem om verder te herstellen. Draag hem. Zegen hem naar lichaam, maar ook naar ziel. Zegen hem samen met zijn vrouw. Heren, wij danken U dat Ineke Ebbers terug mocht komen naar de opname in Bos en Duin. Heren, weet ook dat het nog steeds niet zo makkelijk is voor haar. Dat het zwaar valt. We vragen U om Uw kracht. Om Uw zorgende hand. Om Uw nabijheid. Wees haar nabij, Heren. En zegent U in ieder die het donker ervaart in het leven. Depressieve gevoelens heeft. Wie het niet altijd makkelijk is om te leven. We vragen U, Heren, om Uw nabijheid. Ook voor zuster Henny Dakke. We danken U dat er geen uitzaaiingen gevonden zijn. Dat geeft toch een stukje rust, Heren, een stukje lucht. En tegelijkertijd, Heren, de bijwerkingen van de operatie zijn er nog. Wilt U haar nabij zijn? Geef dat die bijwerkingen minder mogen worden en mogen overgaan. Wees haar naar man genadig en nabij. Heren, wees ook bij broeder Beckerman en zijn gezin. Weet, Heren, dat er een tumor in zijn darm is gevonden. Dat er nog onderzoek plaatsvindt naar zijn blaas. Heren, ontferm U. Heren, zegen deze onderzoeken. U kent de verlangens van ons. U bent God. U regeert. Geef dat Uw hand ervaren wordt. En dat ze aan Uw hand verder kunnen. We vragen U ook om Uw zegen, Heren, voor de hersteloperatie van dominee De Bruyne uit Ermelo. U weet, Heren, wat vorig jaar nodig was en hoe spannend het is geweest. En wilt U dan ook geven dat deze hersteloperatie van de buikwand, dat die goed mag verlopen. Dat dit hem kwaliteit en kwantiteit van leven geeft. Heren, zo dragen we een heel aantal mensen aan U op. U kent ons, Heren, ook als we niet genoemd zijn vanmorgen. In onze lichamelijke zorgen. In psychische noden. In chronische zorg. Chronische pijn. En een kruis wat we te dragen hebben. Soms duidelijk zichtbaar voor anderen. Soms ook helemaal niet. Wees bij ons, Heren. Of we nu single zijn of een relatie hebben. Of alleen gaan of deel uitmaken van een gezin. Schenk ons allen Uw genade. En geef ons een gezegende dienst, Heren. Wij verdienen dat niet. Wij hebben ons hoofd te buigen voor U. Als kwetsbare, als zondige mensen. Vergeef, Heren, genadig wat tussen U en ons instaat. En geef ons een goede dienst. Van U hier zijn of op afstand meeluisteren. We bidden U, Heren, ook voor de oppas, voor de parel. Grote God, we vragen U, hervorm ons. Reformeer ons. Vernieuw ons. Verbreek het werk van de boze. Heer, als Halloween ons toch ook doet herinneren aan de werken van de boze. Het kwaad, het duister. Verbreek dat. En breek door met Uw licht. En spreek zo tot ons. Geef een gezegende dienst. En geef ook een stem om te spreken. Wij vragen het U
tot de verheerlijking van uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, als je het plaatje ziet, dan zie je waarschijnlijk gelijk dat dit een berg is. Een hele grote berg. Dit is de Kilimanjaro. De grootste berg in Afrika. Hij is bijna 6 kilometer hoog. Moet je je voorstellen, 60 voetbalvelden achter elkaar en dan bovenop elkaar. 60 voetbalvelden bovenop elkaar. Zo hoog is die. En als je op grote afstand kijkt, dan denk je al, zo, wat een grote berg is dat. Dan moet je je voorstellen dat je eerst in de verte kijkt, dan zie je daar, het zal een hele grote berg zijn. Maar dan kom je dichterbij en op een gegeven moment sta je aan die voet van die berg en dat is groot. Nou, eigenlijk gebeurt ook zoiets vanmorgen in wat we gaan lezen. Dat God al heel groot is, maar dat God heel dichtbij komt. En dat God aan Job laat zien, kijk eens hoe groot ik ben. Hoe machtig, hoeveel glorie. Nou, daar gaan we vanmorgen met elkaar over lezen. We lezen uit Job 38, vers 1 tot en met 11. En daarna hoofdstuk 39, vers 1 tot en met 15. En ook vers 34 tot en met vers 38. Daarna zingen we opnieuw over de scheppingsmacht van de Heere. Psalm 146, vers 4 en 8. Leest u met hem mee, Job 38. Daarna antwoordde de Heere Job uit een storm en zei: wie is hij die mijn raad duister maakt, met woorden zonder kennis? Om God nu als een man uw heupen, dan zal ik u ondervragen. Maak mij eens bekend. Waar was u toen ik de aarde grondvestte? Maak het bekend als u echt inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? U weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Toen de morgensterren samen vrolijk zongen en al de kinderen van God juichten. Of wie heeft de zee met deuren afgesloten toen zij losbarstte en uit de baarmoeder naar buiten kwam? Toen ik haar een wolk gaf als kleding en de donkere wolken als haar omslagdoek. Ik stelde haar mijn grens en plaatste een grendel en deuren en zei: tot hiertoe mag u komen en niet verder. Hier zal zich een grens stellen tegen de hoogmoed van uw golven. Zo van Job 38, Job 39 vanaf vers 1, waar God Job vertelt van zijn werken. Kunt u voor de leeuwin op prooi jagen en het verlangen van de jonge leeuwen vervullen, als zij zich bukken in de holen en hun schuilplaats zitten te loeren? Wie bereidt voor de raaf zijn voedsel als zijn jongen om hulp roepen tot God, als zij ronddwalen omdat er geen eten is? Weet u de tijd waarop de berggeiten baren? Hebt u gezien dat de hinden jongen werpen? Kunt u de maanden tellen die zij vol moeten maken? En weet u de tijd van hun baren? Zij krommen zich en werpen hun jongen. Hun weeën drijven hun vrucht uit. Hun jongen worden sterk. Ze worden groot in het veld. Ze gaan weg en komen niet meer bij hen terug. Wie heeft de wilde ezel vrij laten gaan? En wie heeft de banden van de woudezel losgemaakt? Ik heb hem de wildernis als zijn huis gegeven en de zoutvlakte als zijn woning. Hij lacht om het rumoer van de stad. Het luide geroep van de slavendrijver hoort hij niet. Hij speurt de bergen af. Dat is zijn weide. En hij zoekt naar alles wat maar groen is. Zou de wilde os u willen dienen? Zou hij overnachten bij uw kribbe? Kunt u de wilde os met zijn eigen touw vastbinden om voren te trekken? Zou hij de dalgrond achter u eggen? Vertrouwt u op hem, omdat zijn kracht groot is? Laat u uw arbeid aan hem over? Vertrouwt u hem dat hij uw zaad zal terugbrengen en zal verzamelen voor uw dorsvloer? Gaan we naar vers 34. En de Heere antwoordde Job en zei: zal hij die een rechtszaak voert met de Almachtige hem onderwijzen?
Laat hij die God ter verantwoording roept, daarop antwoorden. Toen antwoordde Job de Heere en zei: zie, ik ben te gering. Wat zou ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Eén keer heb ik gesproken, maar ik zal niet antwoorden. Twee keer, maar ik zal niet verder gaan. Tot zover. Na de verkondiging zingen wij het Psalm 131 en daarvan alle verzen. Job die wordt op zijn plek gezet en de houding die je bezingt in Psalm 131 past daar helemaal bij. Psalm 131, alle coupletten na de preek. We gaan dus vanmorgen verder met onze serie over Job. Als je te gast bent, we hebben al heel veel dingen gezien van Job. Hoe hij rijk was, arm geworden is, hoe er gediscussieerd is en nu verschijnt dus God. En het thema voor de preek is op je plaats gezet worden. Job laat zich ook op zijn plaats zetten. Kijk maar in vers 37 en 38. Waar Job zegt: zie, ik ben te gering. Wat zou ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Eén keer heb ik gesproken, maar ik zal niet antwoorden. Twee keer, maar ik zal niet verder gaan. Op je plaats gezet worden. En dan hebben we twee punten vanmorgen.
We kijken allereerst door heel veel vragen. Dat zie je vooral in hoofdstuk 38 en ook de hoofdstukken daarna. God stelt heel veel vragen aan Job. Waarom doet God dat? Nou, dat is het eerste punt. En het tweede punt is door bijzondere voorbeelden. Als je hoofdstuk 39 leest, dan worden er allerlei dieren genoemd. Wel een stuk of 9. We hebben ze niet allemaal gelezen. Maar waarom doet God dat? Wat wil hij daarmee? Nou, op je plaats gezet worden door heel veel vragen, door bijzondere voorbeelden. Ja, gemeente van Christus, u die vanmorgen hier in de kerk aanwezig bent en u die op afstand verbonden bent, ergens in een huis staat een dochter naar haar moeder te kijken. En je merkt aan haar houding, aan haar blik, ze is het niet met haar moeder eens. Als ik u was, dan zou ik het echt veel beter doen. Dan zou ik veel beter zorgen, veel beter opvoeden. Dan zou ik het huishouden veel beter doen. Als ik u was, dan... Iets verderop, in de school, het Ichtus of zo, staat een leerling tegenover zijn leraar. Duidelijk niet blij met die leraar. Als ik u was, dan zou ik veel beter lesgeven. Zou ik veel beter uitleggen? Zou ik veel beter orde houden? Als ik u was, dan... Ergens op deze aarde zien we een nietig mensje. En hij kijkt naar de almachtige God. En je merkt aan alles dat dat nietige schepseltje niet blij is met hoe God het doet. En hij roept het. Als ik u was, dan zou ik het beter doen. Dan zou ik het anders doen in deze wereld. Dan zou ik het anders doen in mijn leven en in zijn leven. Als ik u was, dan... Nou, stel dat je moeder zegt, nou doe het dan maar. Als jij het dan beter kan, als jij denkt dat je het beter weet, doe jij de boodschappen dan maar. Maak jij het huis maar schoon, voed jij maar op, zorg jij dan maar. Zou het dan beter worden, denk je? En als die leerkracht zegt, nou doe jij het dan maar. Als jij denkt dat je het beter kunt. Als jij denkt dat je beter kan onderwijzen, lesgeven, nakijken, orde houden. Doe jij het dan maar. Zou het dan beter worden, denk je? En als God zegt. Dan doe jij het dan maar. Met jouw kennis, jouw mogelijkheden. Bestuur de wereld maar. Red mensen maar. Wees maar genadig en rechtvaardig. Zou het dan beter worden in deze wereld? Zou het dan beter worden voor u, voor jou, voor mij? Zou het beter worden voor de mensen in Nederland? Zou het beter worden voor iedereen op deze aarde? Of niet? Soms hoor je deze vraag, toch? Als ik u ben, dan... En wat kan het dan soms ook goed zijn om maar even op je plek gezet te worden? Dat je vanuit je frustratie, vanuit het moment dat je tot God roept en zegt... Maar als ik u was, dan... En dat je dan even weer ziet wie je bent, met je tekortkomingen, met je eigenaardigheden en eigenaardigheden. En dat je ervaart, die ander is zoveel groter dan ik ben. Die ander is zoveel machtiger dan ik ben. Dat gebeurt er eigenlijk hier bij Job. Door heel veel vragen wordt Job op zijn plek gezet. Ja, daar zit Job, zie je hem nog zitten? Job... Ja, die weet precies wat de wet van Murphy is. Alles van gehoord? De wet van Murphy, dat is alles wat fout kan gaan, gaat fout. Als er iets tegen kan zitten, dan zit ook echt alles tegen. Ja, zijn vee was gestolen. De bliksem moorde zijn knechten en zijn kuddes uit. Die heftige storm vermoorde zijn kinderen. Alles weg, iedereen dood. Ernstig zieken zij. En intussen zijn we al, na al die preken die we hebben gehad, in hoofdstuk 38. En nu komt God eindelijk. En ergens verwacht je toch dat er nu een antwoord komt. Dat God het nu gaat uitleggen. Dat nu de ontknoping komt en de oplossing van de raadsels. Dat Job eindelijk achter de coulissen mag kijken. Job, weet je wat het was? Satan was het.
En die heeft tegen mij gezegd dat jij het niet zou, maar niet van mij zou blijven houden. En daarom is dit gebeurd. En daarom moest jij zo zwaar lijden. Ik zal het je even uit de doeken doen, Job. Maar ik ben trots op je. Goede en trouwe knecht. Je bent over veel trouw geweest en over weinig. Maar niks van dat. God komt in een storm en hij stelt tientallen vragen. God doet er als het ware nog een schep bovenop. Niemand schreef. Het is alsof God zegt, het is mooi dat jouw geloof stand houdt tegenover het blazen van de hel. Maar waar ben je als het stormt uit de hemel? Want stormen, dat doet het. God komt in de storm en het stormt vragen. God die heeft een vragenvuur voor Job. Een soort kruisverhoor. Een spervuur. En de Heere die wil dat Job er even goed voor gaat zitten. Of eigenlijk gaat staan. Zag u het in vers 2 en 3? Wie is hij die mijn raad duister maakt met woorden zonder kennis? Om God nu als een man uw heupen. Dan zal ik u ondervragen. Maak mij eens bekend. Om God je heupen. Dat betekent, ga er maar eens goed klaar voor staan. Schrap voor staan. Laat eens zien dat je echt een man bent. Het is taal die past bij een oorlog. Bij de strijd. God je aan. Klaar voor de strijd om de degens te kruisen. Wees een man, Job. En dan begint God. En wat een vraag. Job, waar was jij toen ik de aarde grondvestte? Maak het eens bekend. Zeg het eens. Wie heeft ook alweer de afmetingen ervan bepaald? U weet het toch? Wat weet je eigenlijk, Job? Job, snap jij het eigenlijk allemaal wel? Job, ben jij net zo wijs als ik? Wat gebeurt hier? En de vragen volgen elkaar op. Als je die hoofdstukken leest, dan denk je, waarom is dit nou zo? Job, weet jij hoe het precies zit met licht en duister? Job, heb je net zoveel inzicht als ik? Job krijgt het zwaar voor zijn kiezen. Tientallen vragen stelt God aan Job. Wat is dit? En dan ook nog een keer het soort vragen. Het zijn vaak retorische vragen. Vragen waar het antwoord gelijk duidelijk is. Wie weet de afmeting van de aarde? Nou, dat is God natuurlijk. En soms geeft God zelf ook antwoord. Ik ben het die dat heeft. En jij dus niet. Wat is dit? God wil Job op zijn plek zetten. God die naar al die hoofdstukken verschijnt. En wat moeten wij hier nu vandaag de dag mee? Wat betekent dit voor mij? Er zijn uitleggers die zeggen, wat er nu gebeurt hier, dat is veel te zwaar. Dit is veel te heftig van God. God die verplettert Job. Zit hij daar op de ashoop? Is hij daar zo'n ellendig figuur? Zoveel mee moeten maken. Dat God dit doet. Zo'n God hoef ik niet. En toch. Kijk nog eens goed. Want God die heeft hier in alle ruimte gegeven om te spreken. Tot met hoofdstuk 38 was God op de achtergrond en heeft hij stil geluisterd. Heeft hij niet ingegrepen toen er ook verkeerde beelden van hem naar voren gebracht werden. Hij was de stille toehoorder. En het aparte is dat als God verschijnt, dat hij dat doet dus vanuit de storm. Maar zoals we daar de vorige keer al bij stilstonden, dat hij dan juist ook komt als Heere. Weet u nog? 36 hoofdstukken lang gaat het over God als de almachtige, als de tegenstander, als degene die erboven staat, maar niet meer als Heere. En als God dan verschijnt in de storm, dan zegt hij alsnog, ik ben Heere met allemaal hoofdletters, de God van het verbond, de God die zich aan ons verbindt. Dus als God komt met al die vragen in zijn storm, en die stormvloed aan vragen over Job heen komt, dan is dat niet om de verbinding te verbreken met Job, maar om juist de verbinding te maken. En ik ben het eens met een uitlegger die zei, God verplettert Job niet onder zijn vragen, maar hij bevrijdt Job van zijn vragen. Wat bedoel ik? Nou, je denkt, God verplettert Job onder zijn vragen, helpt dit nou? Maar ik denk juist dat door deze vragen
dat dit Job een ander zicht geeft en dat dat hem loskoppelt van al die vragen die hij heeft. God heeft Job helemaal uit laten praten. En hij antwoordt Job met ongeveer net zoveel vragen als Job aan hem heeft gesteld. Dat doet hij. Wat gebeurt hier dus? God die komt hier overweldigend, groot en tegelijkertijd als de nabije. En ik denk dat dit vanmorgen voor ons op afstand kan voelen. Maar dat het iets is wat misschien wel heel erg nodig is. Wat bedoel ik? Nou, misschien zit u hier met concrete gedachten. Waarom gebeurt dit in Oekraïne? Waarom vindt dat plaats in Israël? Waarom moet hij ziek worden? Waarom is dat kind, dat gezin, mijn relatie? En dat je dan zegt, God, als ik u was, dan zou ik het echt anders doen hoor in Oekraïne. Zou ik het echt anders doen in dat gezin? God, en dan heb je je vragen. En wat doet God? God die laat dan vanmorgen ervaren, ik ben de Heere en ik zie de uitroeptekens in je leven en ik laat je even ervaren wie ik ben. Dat ik zoveel groter ben dan jij denkt. Want wees nou eens eerlijk. Stel dat God antwoord had gegeven op de vragen van Job. Dan had Job nog meer vragen gekregen, toch? Ja, Job, het was de Satan die mij ertoe verleidde om die weddenschap aan te gaan. En ik ben erop ingegaan. Ik zei, jij bent mijn dienaar. En ik zei, hij om niet. Hij dient mij echt vanuit zijn hart, vanuit zichzelf. En daarom is dit gebeurd. Ja, maar God, waarom koos u mij dan? En God, waarom dan al mijn knechten? En God, waarom dan al mijn kinderen? Vaak is het zo dat als je een antwoord geeft op een vraag, waarom gebeurt het in mijn leven? Dat ook al zou het een klein stukje uitgelegd worden, dat je eigenlijk vervolgens weer allemaal vragen hebt van waarom dit dan en waarom dat dan? En help het dan als je overal antwoord op krijgt, dat je het snapt, dat je het begrijpt. Wat God nodig vindt voor Job, is dat Job overweldigd wordt door wie God is. Dat hij daarmee op zijn plek gezet wordt. Job, jij hebt heel veel vragen gesteld, maar ik geef jou iets van mijzelf. En dan mag jij daar vrede mee hebben. Broeders en zusters, het is misschien niet een boodschap die u zo verwacht. Maar zou het een boodschap kunnen zijn die wij vandaag nodig hebben? Nee, ik vraag niet of u deze boodschap vanmorgen wil horen. Of dat je denkt dat je dit nodig hebt. Maar zou het kunnen zijn dat als God dit nodig vindt voor Job, in zijn ellende, in zijn pijn, in al zijn vragen, dat het misschien ook een boodschap is die wij binnen moeten laten komen? Dat wij soms zoeken naar antwoorden, maar dat dat ons waarschijnlijk niet eens verder helpt. En dat God dan verschijnt, en dat hij in Jezus zich laat zien. En dat wij dan zoals dat kind mogen zijn. Dat kind dat wakker wordt, wakker schrikt, heeft gedroomd. Enge droom gehad. En dan droom je en dan roep je mama. En mama kan ook niet alles uitleggen van die droom. Maar als je dan met mama op schoot zit op de rand van je bed, dan verdwijnt het snikken. Dan verdwijnen de vragen. Dan kom je tot rust. Daar wil God Job brengen. En mag de Heere ons vanmorgen ook daar brengen. Waar David ook komt. Waar we zo gaan zingen. Heere, mijn hart is niet hoogmoedig. Mijn ogen zijn niet trots. Ook wandel ik niet in dingen die te groot en te wonderlijk voor mij zijn. Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht. Als een kind dat de borst ontwend is bij zijn moeder. Mijn ziel is bij mij, in mij. Als een kind dat de borst ontwend is. Broeders en zusters, is dat waar u genoeg aan heeft? Dat God niet zegt hoe het zit in uw leven, maar dat hij je overstijgt. En dat je dan tot rust komt.
Omdat je ziet dat Hij de Heere is in alle grootheid. En dan wil ik graag nog een stapje verder. Want als je hoofdstuk 38 helemaal leest, dan gebruikt God dus beelden van de schepping en van de scheppingsorde en van de scheppingsgrootheid. En waarom doet hij dat? Nou, volgens mij speelt hij op de achtergrond wat we al gezien hebben in het eerdere gedeelte. Dat die vrienden van Job gediscussieerd hebben met Job over hoe ga je nou om met God? En die vrienden van Job, Elifas, Bildad, Zofar en Elihu, die zeiden: Job, wat je nu doet, dat kan niet. God is veel te groot. Dat past niet om zo te roepen tot God. Je kunt niet zo vriendschappelijk met God omgaan. Dat past je niet. En Elihu en de andere vrienden tekenen God dus vooral als een God op afstand. Een God die groot is, die ons overstijgt. En Job die ging juist naar God toe van: Heer, hier ben ik als een man, als een vorst. Ik kom naar u, want wij hebben iets met elkaar. En dat lijkt ergens tegenover elkaar te staan. Die spanning zit in het boek. Hoe ga je nu om met God? Is God nou die hoogverhevene die je niet kunt benaderen? Of is God nou nabij en genadig? En dan zie je dat God, als die verschijnt, dat hij aan de ene kant Elihu en Job gelijk geeft, maar dat hij ze ook allebei ongelijk geeft. Dat dilemma wat er is, dat het niet past. Dat God aan de ene kant hoogverheven is en vol majesteit, maar dat je dat niet tegenover zijn nabijheid en zijn genade moet zetten? Is dat ook niet iets wat belangrijk is voor ons? Want zijn er ook onder ons niet die opgevoed zijn met een God die verheven is, die heilig is, die rechter is, die toornt? Of misschien juist alleen de andere kant. God is zo menselijk. Kom naast je zitten. Heeft jou op het oog. Jouw geluk. Hij wil niets liever dan dat jij gelukkig wordt en jouw liefde geven. Heel menselijk. En dat tegenover elkaar komt te staan. En als je dan vanmorgen hier in de kerk zit en je herkent je vooral in die afstandelijke God, of vooral in alleen maar dat liefde, zachte, dan komt God vanmorgen in de storm van zijn vragen. En dan zegt hij: heb je er genoeg aan dat ik enerzijds verheven ben en heilig en een verterend vuur, maar tegelijkertijd de Heere en genadig en nabij? Speel het in je hoofd dan niet uit tegenover elkaar. Ik ben groter en heiliger en meer nabij dan je denkt. En dan kijk ik vanmorgen met u naar die God. En nee, ik kan niet alles eruit oplichten. En dan hoor je soms mensen denken of zeggen: als ik u was, dan. Maar dan kijk ik vanmorgen naar de Heere. En dan leg ik mijn hand op mijn mond. En dan zie ik hem in zijn glorie, in zijn heerlijkheid, hoog verheven. En dan zie ik daar op de troon de Vader. En dan zie ik daarnaast de Zoon. En dan hoor ik hoe de Zoon tegen de Vader zegt: Vader, als ik mens was, dan zou ik het heel anders doen. Dan zou ik het veel beter doen. En de Vader kijkt de Zoon aan. En die zegt: dat weet ik. Want die mensen die maken er een potje van. Zoon, ga dan maar. En dan zien wij hoe die hoogverheven God zijn Zoon zendt. En als God dan mens wordt, Immanuel, dan doet hij het inderdaad heel anders dan wij. Als kind is hij gehoorzamer. Als volwassene geduldiger. Als onderwijzer duidelijker. Als rechter rechtvaardiger. Als zorger liefdevoller. Als leider beter. Als ik mens word, ja, dan doet hij het beter. Dan zie je een volmaakt mens. Maar dan zie ik hoe God zo diep afdaalt, dat hij die hoog verheven is, in Jeruzalem als een lam ter slachting wordt geleid. Dat hij die zo groot is, als een misdadiger zich ter dood laat veroordelen. Dat hij die zo machtig is, zich als een vervloekte aan het kruis laat hangen. Als ik mens word, dan doet u het inderdaad beter.
in de storm van de hel. Laat de Vader hem los. Zodat wij mogen weten, ik snap niet alles in mijn leven. Ik begrijp de grote vragen niet. Maar dan leg ik mijn hand op mijn mond. En weet ik, hij is erbij. Als ik u was, heren, dan zou ik het echt niet beter doen dan u. Als ik u was, zou er niks van terechtkomen. Maar ik leg mijn hand op mijn mond. Vader, leer me maar volgen. Met en zonder vragen. Vader, wat u doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen. Met een rustig, kalme moed. En gezegend ben je als je in die God, in die Jezus, jouw redder, de zaligmaker, de verlosser hebt gevonden. Als je in hem gelooft, dan verstommen je vragen. Zet je op je plek. Dat was het eerste. Door heel veel vragen. Gaan we naar het tweede. Door bijzondere voorbeelden. Want God is nog lang niet uitgesproken. Het langste antwoord, de langste reactie krijgt Job. Niemand anders krijgt zoveel woorden van God als hij. En na hoofdstuk 38 komen er nog 3 hoofdstukken. En dan lees je in die hoofdstukken allerlei vragen, allerlei beelden. En het gevoel bekroopt mij een beetje. Je weet het nou toch wel? Het is al genoeg. Moet het nou nog verder doorgaan? En toch, waarom? En als je dan inzoomt en eens goed kijkt naar die dieren die beschreven worden, dan wordt er volgens mij een punt gepakt wat in het begin van het boek Job aan de orde geweest is. Wat dan? Het punt om niet, zonder reden. Want in Job 1 vers 9 staat, ziet u mijn dienaar Job? Die dient mij om niet, zonder reden. Het is niet zo dat ik hem veel geef, dat hij dan zegt, nou dan dien ik u. Er is geen reden, het is om niet, nergens om. En waarom moet Job lijden? Om niet. Nergens om, er is geen reden. Zijn vrienden zeggen van wel, maar Job zegt nee, om niet. En nu is het alsof God komt en zegt, zullen we eens even met elkaar doorspreken over dat om niet, of er een reden achter zit, waarom je lijdt en waarom je God dient. En dan licht ik er zomaar even een paar dieren uit. De eerste die ik eruit licht is de wilde ezel, vers 8 tot en met 11. God zegt, kijk nou eens naar die wilde ezel. Een wilde ezel, dat is een beest, daar kun je weinig mee beginnen. Mensen hebben het misschien wel geprobeerd te temmen, maar het lukt gewoon niet. Vers 10 zegt, hij lacht om het rumoer van de stad. Het luide geroep van de slavendrijver hoort hij niet. Je kunt doen wat je wilt, maar het beest trekt zijn eigen plan. Je hebt er geen grip op. Ja, wat is de reden dat dat beest leeft? Wat heb je aan dat dier? Het wordt toch niks? En dan het andere dier, wilde os, vers 12 tot en met 15. Hetzelfde laken in een pak. De wilde os, de woudos of de buffel. Ja, wat kun je ermee? Kun je er geen huisdier van maken? Kun je die in je greep krijgen? Vers 12 zegt, zou de wilde os u willen dienen? Zou hij overnachten bij uw kribbe? Dat kun je toch vergeten? Die reuzenkracht. Wat heb je eraan als mensen zo'n wild dier? Heeft het een reden? En dan de struisvogel, vers 16 tot en met 21. Dat is weer een heel ander dier dan de wilde ezel en de wilde os. Struisvogel. En die kan heel hard lopen. Die kan heel hard rennen. Maar ja, wat nog meer? Vers 21, maar als het tijd is, richt zij zich op in de hoogte. Zij lacht om het paard en haar berijder. Ze kan heel hard lopen, sneller dan een ruiter te paard. Maar lees je vervolgens verder. Nesten bouwen doet het niet. Eieren worden in een kuiltje gelegd. Ze zijn gewoon dom. Er staat in vers 20, want God heeft haar de wijsheid onthouden en heeft haar niets aan inzicht toebedeeld. Wat heeft het beest voor zin? Zoveel dingen zijn toch apart? En dan nog één dier, de gieren. Vers 30 tot en met 33. Onze vertaling zegt de arend, maar je kunt ook vertalen met gier, gieren. Dat het ook iets beter is. Ja, schattig en lief zijn kleine diertjes, maar gieren? Nee, zegt vers 33, zijn jongen slurpen bloed. Weerzinwekkend is het. En dan kijk je in hoofdstuk 40. Het gaat over de belemoot en de leviathan. Wonderlijke dieren. Wat doet God? God die zegt, Job, zullen we eens even langs al deze dieren lopen?
En Job, hoeveel grip heb jij nu op deze dieren? Want ja, het zijn geen dieren die harmonie, die een gevoel geven van veiligheid. Juist een gevoel geven van vervreemding. Van onveiligheid, van ik heb er geen grip op. En God die zegt, kijk eens, dat is allemaal onbeheersbaar voor jou, Job. Een wilde os, een wilde ezel gaan eigen gang. De struisvogel, de gieren ook. En volgens jullie mensen is het allemaal onbruikbaar. Is het niet doelmatig. Als jullie mensen kijken ernaar, wat kan ik ermee? Wat heb ik eraan? God zegt, kijk nou eens naar deze dieren. Wat voor reden hebben ze? Kunnen ze niet ook gewoon wegblijven? En is het punt van God niet dat hij wil zeggen, Job, de wereld voegt zich niet naar jullie maatstaven. Niet alles hoeft een reden te hebben voor jullie. Niet alles is te begrijpen. Maar toch zegt God, deze dieren heb ik gewild. Ja, het is na de zondeval. Maar toch zegt God hierin, deze dieren heb ik bedacht, heb ik gewild. Ook al zeggen jullie, ja, wat is het nou voor reden? Wat heb je eraan? Het kan toch veel beter? Is het eigenlijk ook niet heel mooi? Dat je in de wereld kijkt inderdaad en zegt, wat voor reden heeft dit? Wat voor reden heeft dat? Maar God zegt tegen Job, jullie denken misschien dat het geen reden heeft. Jullie denken misschien waarom. Maar voor mij heeft het reden. Je dient God om niet. Je moet ons lijden om niet. En voor je gevoel, de schepping, wat voor nut heeft het? En ik denk dat dat vanmorgen eigenlijk best wel heel troostvol kan zijn. Want misschien zit u hier in de kerk of kijkt u thuis mee. En vraag je ook wel eens af. Wat voor nut heeft mijn leven? Waarom ben ik hier eigenlijk? Wat stel ik voor? Kon ik maar wat meer? Had ik maar wat meer energie? Wat meer verstand? Voelt u zich ook wel eens nutteloos? Heb ik wel een reden? Is er een reden dat ik hier ben? Broeder en zuster, als u nu denkt, van wat stel ik nou voor? Als God zegt, die wilde ezel heeft nut in mijn oog, dan heeft u dat toch ook? Als God zegt, die wilde ezel, wilde os, is niet nutteloos in mijn oog. Is het toch ook niet nutteloos dat u er bent? Als die struisvogel met haar slechte zorg voor haar jongen er mag zijn, mag u er toch ook zijn? Als die gier met zijn weerzinwekkende gedrag er mag zijn in Gods oog, geldt dat toch ook voor ons? Als God zelf zijn enige geboren zoon overgegeven heeft voor ons, dan heeft hij toch waarde. En zo zet Job, wordt Job op zijn plek gezet. En de Heere antwoordde Job en zei, zal hij die een rechtszaak voert met de Almachtige hem onderwijzen? Laat hij die God ter verantwoording roept daarop antwoorden. En nu is Job weer aan zet. En Job die had gezegd, als een vorst zal ik tot hem naderen. Ik zal recht overeind staan. Vier. Dit kan toch niet? En nu komt God. Zonder uitleg. Zonder perspectief. Hij ligt geen tipje van de sluier op. Hij komt in een storm. Met zoveel vragen en bijzondere voorbeelden. En wat doet Job? Job is al zijn vorstelijke gedachten kwijt. Hij maakt zich klein. Toen antwoordde Job de Heer en zei, zie, ik ben te gering. Wat zou ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Eén keer heb ik gesproken, maar ik zal niet antwoorden. Twee keer, maar ik zal niet verder gaan. Job's vrienden waren al gestopt, maar Job bleef spreken. Maar hier zwijgt Job. Dat is denk ik de winst van de crisis. Job die buigt. Job die geen antwoorden heeft, nog niet alles snapt. Hij zegt, Heere, als u zo naar mij toekomt, als Heere, als grote, dan doe al mijn vragen dan maar weg. En dan denk aan de Heer Jezus. Die ook allemaal vragen krijgt van zijn discipelen.
En in hoofdstuk 16 van Johannes, hoofdstuk 16, vers 23, iets vertelt over hoe het zal zijn dat ze elkaar weer zullen ontmoeten, hij en zijn discipelen. En dan zegt de Heer Jezus daarbij: en op die dag zult u mij niets vragen. Als God aan je verschijnt, dan verstommen onze vragen. En wat zullen wij van deze dingen zeggen, zegt Paulus? Al die ellende, van alle zorgen. We weten het niet, dat moeten we vragen. Maar hij heeft zijn zoon gegeven. En daarom laat niets ons los. Heb ik geen antwoorden? Maar dan kan ik wel getroost verder. Broeders en zusters, kunt u het hiermee doen? Kun jij het doen met zo'n God? Die niet uitlegt waarom jij zo moet lijden. Die niet begrijpt. Maar die in zijn macht komt. En in zijn nabijheid. Leggen wij dan ook onze hand op onze mond. Buigen we voor hem. En dan zijn we misschien wel op de hoogste plaats. Want aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Dan word ik op een plek gezet. En dat voelt niet altijd leuk. Want soms heb ik de neiging, dat kleine jongetje in mij zegt dan: als ik u was, dan... En nu zwijg ik. En neem ik van harte mijn plek in. En zing ik mee. Heer, mijn hart verheft zich niet, o Heer. Mijn ogen zijn niet hoog. Misschien was het vroeger wel, maar nu niet meer. Ik wandel niet in hetgeen te groot, te vreemd is voor uw gunstgenoot. Amen.
Zullen we samen de Heer danken en bidden. Machtige Heere, u doet de dingen op uw manier. En u openbaart zich op uw tijd en ook op uw wijze. Dat zien we zo duidelijk naar voren komen in het boek Job. En we lopen zoals gemeente al een poosje mee. We lezen het, we laten het op ons inwerken. En Heere, wat bent u dan hoog en verheven en vol glorie en majesteit. Wat heeft u veel bedacht, in gang gezet en onderhoudt u. En wij kunnen dat allemaal niet bevatten. Heer, al die vragen hebben wij ook geen antwoorden op. Wij denken soms, Heere, dat we het beter kunnen en beter weten en anders zouden doen. Maar of het daarmee beter wordt? Heere, dank u wel. Dat u zich als de hoogverhevene toont, maar ook nabij en liefdevol, beter zorgend dan een vader of moeder. Heere, wilt u dan ook voor ons zorgen, zoals we hier zitten? Met onze vragen, met onze twijfels, met soms ons gevoel van nutteloosheid. Wij snappen niet wat de reden van dingen is. Maar u heeft dingen gewild. En wij kijken op naar u. En we danken u dat we houvast vinden in de komst van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat wie in hem gelooft, eeuwig leven heeft. Geef dat voor ons alle geld. En dat niemand van ons hoeft te schrikken als we eenmaal voor u verschijnen. En dank u wel, Heer Jezus, dat daar wij soms geen goede woorden hebben of helemaal geen woorden hebben om te bidden, dat u voor ons bidt in de hemel en voor ons pleit bij uw Vader. Ga daarmee door, Heren. En verlos ons dan maar van onze vragen. Leer ons zo om in vertrouwen op u te leven, om het goede te doen. Ja, zet ons dan maar op onze plek. Opdat we u niet in de weg staan, maar dat u kunt verschijnen. En u de eer krijgt. Want wij moeten kleiner worden, Heren, maar u groter. Heren, zegen ons zo. Wees ook bij onze broeder die zojuist onwel werd, die de kerk uitgedragen werd. Wilt u hem erbij zijn? Zegen degenen die er omheen staan. Wees ook daarin nabij en toon uw genade. Heren, ga zo met ons mee op deze zondag. Zegen ons in alles. Geef ook vanmiddag weer een rijk gezegende dienst. Zoals meneer Van der Reen voorgaat. Zegen uw woord. Spreek in ons hart, opdat zichtbaar wordt dat wij u dienen, u lief hebben en u eren van nu aan tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. U mag de Heere dienen met uw gaven. En we zingen dan daarna staande onze slotzang, in verband met de reformatieherdenking, een vaste burcht is onze God. En dan herinner ik u ook alvast aan dat als we naar de zegende kerk uitgaan, jongens en meisjes, dan zullen er bij de uitgang tasjes uitgedeeld worden. En dan mogen jullie ook boodschappen doen en die mogen dan in die tasjes. En die mogen de komende woensdag mogen die dan meegenomen worden voor in de kerk. En dat is dan voor mensen die het echt nodig hebben van de voedselbank. En ik wijs u ook nog even hierop. Jullie waarschijnlijk deze poster gekregen. Als je hem niet hebt, er is er vast nog alleen. Dit is om de week van Dankdag met elkaar, ja, te kunnen bidden, te kunnen nadenken, heel bewust de stilte bij te staan, danken met Jozef. Dus gebruik hem vanaf vandaag, zou ik zeggen. De Heere zegen u en uw gaven.
ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.